Je hebt het nu, of je hebt het net al een beetje over jouw ding gehad, Kiss. Ja. Is dat iets in de toekomst wat je graag nog zou willen doen met straatvoetbal? Ja, zeker. Het is een concept wat ik aan het uitwerken ben. Mm-hmm. De eerste stappen had ik al gezet met de GIS. Je ziet het af en toe ook op de filmpjes op YouTube terugkomen. Bijvoorbeeld in Zaandam was er speelde Nederland tegen Frankrijk. Vanuit de gemeente van Zaandam was er iets met tussen Nederland en Frankrijk. Ik neem even voor lief wat het precies inhield, maar, ja. Maar het was iets met samenwerking, in ieder geval was iets tussen Nederland en Frankrijk. Ja. Dus we daar even in ieder geval komen om een balletje te trappen. Ja. En toen had ik die shirts ook aan bijvoorbeeld. En op clinics als ik geef, heb ik die shirts ook aan. Ik ben er nog niet echt daadwerkelijk meer naar buiten gekomen als een merk of iets. Maar ik ben wel dingen aan het uitwerken. En dat wil je dus wel een beetje creëren? Ja, wil ik wel gaan creëren, ja. Want ik denk dat de GIS staat voor The Greatest is Sweet Soccer. Mm-hmm. The Greatest is Sweet Soccer, dat kan je eigenlijk neerzetten hoe je het wilt. Greatest kan je zetten als ik ben de beste in straatvoetbal. Maar wat is straatvoetbal? Snap je? Ben je een jongen die 2 miljoen trucjes kan, ben je een gruwelijke straatvoetballer? Mm-hmm. Of ben je daadwerkelijk een goede straatvoetballer? Of je ook daadwerkelijk prijzen daaraan vasthangt. Ja. Dus het is een beetje hoe je het zelf interpreteert. Maar de bedoeling van de GIS is wel eigenlijk om het straatvoetbal op naar een hoger platform te tillen. En dat bedoel ik daar eigenlijk heel simpelweg gezegd mee. Tot mijn ervaringen en mijn kennis wat ik tot nu toe gedaan heb in het verleden. Ja. Met toernooien en clinics en workshops waar ik ook vooral ben geweest. Ik denk dat heel veel mensen het heel mooi vinden om te straatvoetballen. Het leuk vinden om te doen. En ik denk dat ik twee kanten eigenlijk hoor. Ja, straatvoetbal is dat je niet aan regels hoeft te houden en dat je lekker je ding kan doen, snap je? Zonder dat er een trainer zegt je moet zo lopen en dit en dat doen, snap je? Dat gewoon met vrijheid hebt. Ja. Maar je hebt ook heel veel jongens die op een bepaald niveau voetballen. Om voorbeeld te geven, een Ryan Babel of Asaidi of noem maar op. Of andere betaald voetbalspelers die wij vanuit de buurt kennen. Die dat natuurlijk qua wat ze zien van ons, ja, dat met alle liefde zouden willen toepassen, ook eventueel, als ze dat zouden kunnen, op het veld. Ja. En vaak genoeg, dan zou je eerlijk zeggen, heel veel jongens kunnen dat ook, snap je? Maar nogmaals, je hebt een team, je hebt een trainer, daar ben je ook afhankelijk van, hoe die je natuurlijk die vrijheid geeft om dat eventueel te kunnen en willen te laten toepassen. En ik denk dat ik daar meer met de GIS op dat gebied, maar ik denk ook op het entertainment gebied, nog wat dingen in ontwikkeling aan het brengen ben om eigenlijk het naar buiten te gaan knallen. Ik zal het zeggen, houd het gewoon in de gaten.